Ja, ik moet gewoon eerlijk bekennen. In het begin, hè, jaren geleden, had ik gewoon een beetje een hekel aan die Yvonne Jaspers. Ja, ik vond dat niet veel. Nee, want die had altijd van die zogenaamde leuke kleding aan, weet je wel. Er moest altijd een beetje een rariteitenkabinet moest dat zijn. En ze sprak Brabants, hè. Het was alles was geworden en ons moeder ons wil en dat, weet je wel, nou, daar kreeg ik ook een beetje de zenuwen van. Maar door de jaren heen heb ik mij een beetje over die hekel aan onze Yvonne heen gezet. Ja, ik ben er overheen gegroeid, vrienden. Gewoon moeiteloos, want dat Brabants, het is een beetje kwijt ook. Ja, daar heeft ze niet zoveel last meer van. En die kleding is ook wat minder geworden. En eigenlijk vind ik dat ze gewoon wel een beetje... Ja, zij is een beetje het vlees geworden. Boer zoekt vrouw. Ja, je zei het weer gisteravond. Ah, kijk nou even mee. Kijk nou eens, die boeren worden voorgesteld. Dus daar zat ik. En ik zat gewoon... En wat zie ik? Ik zat gewoon zo naar die uitzending te kijken. Niks aan de hand. En nou moet ik het gewoon ineens... Vrienden van de Weeromstuit, voor de Yvonne Jaspers opnemen. Ja, want op social media zag ik dat mensen weer een beetje van... Ja, ik heb er genoeg van die Yvonne Jaspers en ik kan het niet zien. Hé, rustig aan. Die Yvonne Jaspers, die hoort gewoon in dat programma, vrienden. Dat zijn gewoon vaste waarden in het leven. Als je Boer zoekt vrouw opzet, dan wil je gewoon die Yvonne Jaspers zien. Ja, datzelfde heb ik ook met Spoorloos, weet je wel. Ik wil gewoon dan die Derek Bolt zien. Ja, Derek op zijn hotelkamertje met zijn telefoon. En die speelt dan heel verbaasd. Oh, dat hij een familielid aan de telefoon heeft. Ja, dat wil ik zien. En dat hij daarna weer door bosjes kruipt en komt weer bij Tandeloos Vrouwtje in Colombia aan. Dat wil ik gewoon zien. Dat zijn vaste waarden in het leven. En Yvonne Jaspers, die wil ik gewoon zien met die melkmachines en die uiers. Daar wil ik haar gewoon zien. En aan zo'n boerentafel en dat ze mee zitten schuiven daar, weet je wel. Dat wil ik zien. Zij is als een vis in het water. Die Jaspers tussen al die boeren en dat gedoe. En dat is allemaal dik in orde. Daar moeten we niks aan doen. Dus laten we nou geen kritiek hebben op haar. Omdat zij dan, en daar gaat het dan over. Omdat zij dan toevallig tegen die Deen, of aan die Deense boer, aan die Heiko, heeft gevraagd van... En dat vroeg ze niet eens. Heb je ervaring, zei ze alleen maar. Toen ze bedoelde van, heb je het wel eens gedaan? Ja. Nee, zegt die gozer, nee. Ik ben al in de 40, maar het is nog niet gelukt. Nou, maar dat willen wij als kijker wel weten natuurlijk. Wij willen wel weten, heeft onze boer er wel eens opgelegen, ja of nee? Ja, dat willen wij weten, ja. Want dat kunnen wij dan in het achterhoofd houden straks, ja. En dat geldt ook voor dat meisje daar in Zweden, ook nog niet. En dan is het ineens zogenaamd in deze woke-tijd weer onbehoorlijk van de Yvonne Jaspers om dat te vragen. Nee hoor, zij moet dat vragen binnen de Boer zoekt vrouw. Dus, hey, jongens, handjes af van onze Yvonne.